Hey mensen van MacDub Games, welkom bij een nieuwe Saints Row 4. Wij gaan een auto jatten en op naar Friendly Fire, want ja, dit is niet goed. We hebben geen wapens, onze HQ is weg en we lopen deze ugly ass kleren, maar ja, ze zijn nog steeds beter dan deze sexy pakjes. Ik wil een auto jatten, doe maar deze. Deze, ik wil deze! Stop! Oh my god, kom hier! Stop je nou! Oh ja, stoprecht, mooi. Dankjewel. Ik weet niet wat voor auto het is, maar het ziet er wel vet uit. Dus hij is van mij. Wat is dit voor wagen? Het is een... pacemaker. GPS from the map in your hub. It's like a digital information pad. You know, like those mobile devices all the kids have these days. Nice. Can it send Zinyak a snapshot of my ass? Nee, even kijken. Go to map. To friendly fire. Dat is de andere kant op. Fuck je. Fuck je. Get the fuck out of my way. You are getting me out of here, right? Eventually. I'm still trying to figure out the Zin systems. Mooi wagentje dit hoor. The audio system isn't hard. Trying to disconnect you and find your body, that's a bit more involved. And shedding these ridiculous clothes isn't a basic hack. On my list of priorities, that doesn't even make my top 500. If you had to wear this, you'd sing a different tune. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Ja, best wel. Dus we moeten ook heel snel nieuwe kleren gaan halen. Maar eerst een geweer, want kleren oké, maar zolang wij het geweer niet hebben... Hey, daar heb je de Tempest. Oh. Not sure. We'll have to look into that. Zinyak soldiers are everywhere. From what I can see, a lot's been taken over by the Zin. There's alien technology everywhere. You think it's the dog's bollocks? Just a little. Do you expect the entire White House was demolished? I don't know. Maybe. Why? I just thought we should rebuild it as the ultimate crib. Steel walls, surface to air missiles, swimming pool with a bar you can swim up to. Are you serious? More stripper poles in the bedrooms. You already had some stripper poles? You say that like some... Nee. Wow. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk heb ik die niet kind. Wat denk je wel niet van me? Wow, dat was bazig. Ik denk dat ik deze auto wel leuk ga vinden hoor. Ik hoop dat ze nog steeds de tempers hebben. Hoop ik wel. Oh, ik zag een auto afslaan en dacht dat ik die kant ook moest. Ik weet nog niet waarom ik dat dacht. Overal in Steelport ziet het er nu heel raar uit, maar... Ach ja, get the fuck out of my way. Bot. Aan de kant. En dan gaan we hierheen. Ik wil mijn nitro hebben, ik wil sneller gaan. Oké, hier is het. Seems a bit risky me in a gun store. You sure they'll sell to me? I don't know. Do you remember how to shop for yourself, or did being president make you too good for that? Ja, dit is zijn wereld. Mogen we dan gewoon geweren kopen van hem? Oké. We hebben 1000, dus purchase weapon. Dan moeten we denk ik eerst we hebben al dit geweer. Oké, dit geweer. En we mogen ook een shardy hebben, dus we pakken ook een shardy. Upgraden doe ik misschien nog niet. Eerst ga ik ammo kopen voor alles. En alles is gevuld. Verder nog iets? Ja, ik kan nog upgraden. Ik denk dat ik deze heel veel ga gebruiken. Dus... ik doe wel van overal... even kijken, wat zou ik eens doen? Nou, wat zou ik nou eens echt veranderen aan ze... Dat was trouwens customize. Holy shit! LOL! Wat nog meer? Oh, en ik kan ook het... ik heb nou de SWAT SMG, maar we kunnen ook Gangland. En dit is dan de rubber band gun. Wat? Double rainbow, what does this mean? Nou, oké. Ik hou het gewoon met de SWAT. En... ik ga er niks aan veranderen. Kan ik dat trouwens dan ook bij de rest? Customize. Ja, dan heb je hier zo... Oh, die zag er wel uit. Die zag er wel vet uit. En... wat is het verschil? Oh, hij is iets donkerder. Je kunt ook deze. En we kunnen ook... Oh, Tiger.
Holy shit, die ziet er wel mooi uit. We kunnen ook deze. Dat ziet er iets meer spacey uit. Dat is echt zo'n piraatgeweer. Ik weet niet waarom, maar ik vind die op een piraatgeweer lijken. Ik hou gewoon deze. En ik denk dat ik sowieso niet veel... Maar wat is bij de Shorty dan? Wat hebben ze daar allemaal? Daar hebben we deze. Hebben we... Oké. What the hell? What the hell? Dat doet me een beetje denken aan Bioshock. Ik ga er zoals ik al zei niks aan veranderen, denk ik. Ik ben wel tevreden met hoe het nu is. In ieder geval ga ik... Zal ik gaan upgraden alvast? Ik zal trouwens deze denk ik het meeste gaan gebruiken. Dus ik doe daarvan alles... al het eerste. Ze kosten maar 100, dus dat is niet zoveel. Bam. Wat is dit? What the fuck is dit? Asset laced bullets to... Oh, dat kan ik sowieso niet betalen, maar dat... Oké, dat als ik iemand daarmee schiet, gaat het ook nog steeds... Er komt al gif in zijn lichaam. Oké, dat is vet. Dat ga ik ook met deze doen, denk ik. Even alles doen. Nou, daar heb ik maar tijd voor 200. En... Of geld voor 200. En... Hier ook voor 2. Ik denk dat ik de shotgun vaker ga gebruiken dan dat geweer. Dus, clip size, damage sowieso. Effective range of rate of fire, increase the weapon's rate of fire. Nee, echt? Maar dan weet ik nog steeds wat rate of fire is. Overal staat gewoon, allow weapon to be fired more times between reload. Oh, dan kan ik sneller, oké. Dan doen we die nog wel. Zo. Oh fuck, nou heb ik trouwens wel geld meer voor kleren. Ik hoop dat ik die nog krijg. Misschien koopt ze die ook nog voor me. Emma had ik al gedaan, zo. Ja, dat is goed. Mooi. Wat de hel is dat? Oh. Die pakken we? Because the cops are swarming your location. Oh, hallo. Zinyak's running this place. I don't think the Constitution holds any weight here. Hey. Get away from my car, you bitch. Ah, ik moet ammo nog steeds oprapen. Fuck. Wat even de... Oh, fuck. What the hell is dit geweer? Oh, netjes. Not yet. There's a Zim patrol close to you that'll need to be cleared out before that happens. Okay. The president's up for killing a few more aliens. Capital idea, Madam Press Secretary. What can I say? I'm good at my job. Thanks to your warm personality. Ow, ow, what the hell? Can't you leave me? Je komt naar binnen, slaap met elkaar en vraag dan, kun je me met rust laten? Dat sloeg helemaal nergens op. Oké. Ik wil even kijken. What the hell is dit? Dat is wel een vet geweer. Kan ik die upgraden? Wat voor customization hebben ze hierin gegooid? Wat? Een waterpistool? Oké. Vet geweer. Wow, dat kost wel veel om hem te upgraden. Dus ik zal hem waarschijnlijk niet zo heel veel gaan gebruiken. Kan ik nog wel ammo voor het kopen? Nee, daar moet je meer voor hebben. Oké. Vet geweer, dat wel. Mijn auto is een beetje fucked dankzij jullie. Dankjewel. Maar we rijden wel even hier naar links toe. Get out of my way. Ik heb geen toeter. Hey. Dit is mijn toeter. Oh shit, die rijd ik dan aan. Hey, dit is een Planet Zen. Wacht even, dit is een winkel. Misschien kan ik daar even deze lelijke spullen allemaal weghalen. Wardrobe. Wat heb ik eigenlijk hier allemaal? Oeh! Presidential suit. Misschien doe ik die even in het begin. Nee. Lower body. Wat hebben we nog meer voor lower body? President. Oh, ik kan echt serieus dat hele pak aan gaan trekken. Van presidential. Oké. Ik wil wel even kijken of ik die character gallery, of daarin ik gewoon een download character, of ik daar mijn... Hey!
Oké, blijkbaar heeft hij die. Nou, oké, nou. Dan gaan we wel even zoeken naar. Ik denk niet naar geld ervoor heb. Nee, overal vragen ze 50 voor of zo. Dat is niet echt iets van 20. Dus dan wachten we daarmee even tot ik geld daarvoor heb. We gaan naar de plek waar hij wil. Naar de flashpoint. We gaan naar een flashpoint. Get out of my way. We blijven police. Dit is blijkbaar een politiewagen. Ziet er niet echt uit als een politiewagen of zo, maar. Wow, what the hell? Die hebben ze. Dat is wel eerlijk gezet een best vet flitspaaltje. Of stoplichtje. We gaan dwars wel planten in, natuurlijk. Oh, hier moeten we zijn. En moeten we ze aanrijden. I'll fucking kill you! Oké, dit ding gaat bijna kapot, dus ik ga hier even uit. Ik pak even dit geweer. Oh, fuck. Auw! Stop! 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 Fuck yeah, en... Oh, hier staat er nog één. Die wil heel graag dood. Heb ik gewoon gehoord toevallig. Zo. Wow, hij wordt blauw als we hem hebben. Cool. What's wrong with my inner sanctum? Did I say there was anything wrong? Zei ik soms dat het verkeerd was? Oh, hallo. Dankjewel voor je held. Ik wil een even andere auto. Dit is een kutwagen. Er zijn niet echt veel leuke wagens hier. Kom even eens een keer dat je zegt van bouwen een wagen. Dan weet je wat, ik pak wel deze mini. Die emu. Misschien komen we nog wat tegen wat ik wil hebben. Nee. Oh, die wel. Get out. Wat slaat iedereen mij? Get the fuck off. I'm the fucking president. Fuck off. I will send you back to the place where you belong. Chill. Motherfuckers. Wow. Dat was een aanrijding. Oké, we gaan nu naar Kinsey's huisje. Oh, daar wordt dus zeker even ons nummer onderkomen dan. Omdat dat nog gewoon niet verwacht wordt misschien dat wij daar nog zitten. Dat zou wel stom zijn. Oké. Snel naar binnen. Oh no, there's nothing here, Kinsey. What? Fuck. Damn it! Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means... This city isn't gonna cut me any breaks. Right. Fuck. So what am I meant to do about it? Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Right. I feel better already. Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. Just try to be quick about it. Ja, wat kun je weg? Het is hier lelijk. Oh, wat? Die fundamentals. Oh, money. Oh, money. Dan denk ik dat ik nu even snel naar die Planet Sin. In plaats van Planet Saints is het nou Planet Sin. Ja, yippie. We kunnen nu blijkbaar om... Als wij dat indrukken. Oh. Learn the rules. Oké. Okay. Oh, tab moet ik indrukken. Oké. Okay. Upgrades. We kunnen upgraden nou. Oké. Okay. Maar daar ga ik geen geld aan uitgeven. En hier zijn de quests. De opdrachten. Customization. Oh, dat is ook de series ook. Purchase new clothes and upgrade a car. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Wait a second. Dat gaan we doen. Kan ik deze start object? Shop at Planet Zin. Oké, okay, daar gaan we heen. Oké. Okay. Ik wil gewoon alleen maar nieuwe kleren. Maakt mij uit of het veilig is. Ik wil... Hey, wat zijn deze dingen? Wat is dit? Auw! What the fuck, man? Fuck you. Oké, wat is dit? Start a co-op
Oh, je moet, dit is echt alleen co-op, oké. Dat is alleen co-op. Oh, get the fuck out of my way. En hier naar links. We springen hier overal overheen. What the hell was that? Wow, what the hell? Get the fuck out. Oké. Planet Zin, we kunnen het niet kopen, dus we zijn niet meer veilig hier ook. Niet dat we ze naar binnen gaan, dat we dan totaal geen last meer hebben van die motherfucker. En dat ze alles vergeten, dus dat vind ik wel. Of kan ik die even later nog wel kopen? Dan ga ik hier een beetje beschuld staan, want anders blijven ze me irriteren. Oké, we gaan dus even kleren kopen. Sowieso wil ik even kijken voor... Nou, weet je wat? Dit ga ik doen offscreen. Ga ik me helemaal omkleden. Dan zien jullie de volgende keer hoe het is geworden. Ik bedank je voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter. En dan zeg ik tot de volgende keer bij Saints Row 4. Later. Doei. Hi. Wat een piepje. What the hell? What the hell? Het zijn zombies!